nieuwe video. Ik ga vandaag een W7 testvideo doen, een kletsen en make-uppen. Er was gevraagd of ik dit merk wilde reviewen, dus ik heb een bestelling geplaatst. Zo kocht ik deze twee lipsticks, een face mist, paletjes met blush en bronzer, een highlighter, oogschaduw en een oogschaduwprimer. Ik ben nog niet bekend zijn met dit concept kletsen en make-uppen. Ik ga gewoon een beetje opmaken, een beetje kletsen, swatchen van de producten. Het is een eerste indruk. Ik ken deze producten verder nog helemaal niet, dus het is ook geen review. Maar gewoon lekker een gezellige video vol make-up. Basis heb ik er aangebracht, foundation, concealer, poeder. Want dat heb ik niet gekocht, dat heb ik zoveel liggen dat ik dacht, ja, dat bestel ik niet. Komt misschien wel een ander keertje. Dus dat heb ik er aangebracht. Ik ga jullie een beetje inzoomen en ik ga beginnen met de producten. Ik ben erbij gekomen. Ik ga beginnen met deze oogschaduwbasisprimer. Mocht je W7 niet kennen, het is een heel betaalbaar merk dat dupes maakt, producten namaakt van andere grotere merken. Volgens mij is dat de beste omschrijving, een beetje als Make-up Revolution. Vroeger, en dan heb ik het echt over 8 jaar geleden of ongeveer, toen testte ik Olus W7 op pinkie.nl. Daar ben ik mee gestopt, omdat ik het niet zo netjes vond dat een merk alles namaakt van andere merken. Maar tegenwoordig is dat wel een beetje trendy of zo. Want Make-up Revolution is ook mega populair. W7 en er zijn nog meer merken. Dat ik dacht van ja, weet je, er wordt naar gevraagd. Ik ben ook wel nieuwsgierig. Dus ik doe het gewoon. Ik ga dus deze aanbrengen. En dit is de Cotta Eye Power All Day Wear Eyeshadow Base Primer. Mocht het soms wat moeilijker lezen zijn. Ik heb mijn bril afgedaan. Ik zie geen. ik zie niet zo heel veel op het moment. Ik zie de verpakking eruit. Ik moest hem even uit plastic halen. En ik ga hem even aanbrengen. Dat doe ik gewoon even met mijn vinger. Ik heb de oogschaduwbasis aangebracht, maar ja, je ziet er niet zo heel veel van. Want het is gewoon het blend met mijn huiskleur, zeg maar. En we zien zo vanzelf wel hoe het presteert. Ik ga de oogschaduws die ik zo ga gebruiken aanbrengen met deze set van Morphe uit de X-Nayeen Fierce Fairy Tale collectie. Die heb ik een tijdje geleden in de Peer Unboxing laten zien. En ik dacht, dit is een goede video om te gebruiken. Want ik heb geen kwasten van W7 en ik dacht, dan doe ik deze set. Die is nog steeds verkrijgbaar en met mijn code GLAMFAM 1834 krijg je op de Europese Morphe webshop 5 euro korting bestelling. Korting op je bestelling. Dit zijn de kwasten die erin zitten. Het zijn er 6, kleurrijk en het voelen goed aan, stevig. Die ga ik gewoon gebruiken. En ik ga het W7 Let's Brunch with Fika Boo eyeshadow palet gebruiken. Ik denk dat dit Fika Boo is. Ja, Fika Boo staat erop. Complimenten voor de mooie verpakking. Ik zag deze online op Instagram en dacht, ja, die wil ik gaan proberen. En hij was al bij Boosie Shop te koop en bij w7cosmetica.nl. Dus ik dacht, die doe ik gelijk in mijn winkelmandje. Allemaal mooie bloemen en zo. Een spiegeltje. En de oogschaduws, maar ik heb een plasticje er nog niet. Echt goede voorbereiding. Ja. Even kijken, dit applicator haal ik er even uit. Dit zijn de kleuren en ik vind dit echt onwijs mooi, deze kleuren. Dit hele palet, dat wou ik zeggen. Het is kwart over acht, jongens. Het is nog hartstikke vroeg, maar het zonnetje schijnt al. En Sterre die is nu heel zenuwachtig naar school, want ze heeft een biologietoets. Ze heeft toets 2, de laatste toets. En het is een beetje in de chaos deze ochtend. Maar goed, de mooie kleuren. En ik ga ook wat swatchen, want dat vind ik wel leuk. Ik begin met Tipsy. En ik doe er gewoon een paar en dan zien we het zo vanzelf. Ik zeg altijd, zwartjes zeggen niet zo heel veel, maar je krijgt een beetje een indruk. Oh, het ziet er wel heel erg mooi uit. Ja, goed begin. Ik ben dus even de zwartjes aan het eraf halen en ik gebruik reinigingsdoekjes van Florena. En iedereen gaat helemaal wild op dit merk, online. Maar ik vind de geur een beetje apart. Niet zo heel erg lekker. Ze werken wel goed. Maar ik zal me niet zeggen waar ik aan denk als ik deze geur een beetje naar zweetvoeten. Nee. Maar goed. De oogschaduws. Daar hadden we het over. Mocht je de kletsen en ommaakvideo's nooit eerder hebben gezien. Ik ga gewoon lekker een make-up lookje maken. Een ooglook. Het is geen tutorial. En ik zit met mijn hoofd waarschijnlijk helemaal dicht bij de spiegel. Want anders zie ik niks. Dat is het nadeel van een bril als je die afzet. Ik heb trouwens over nagedacht om lenzen te nemen. Maar daar moet ik binnenkort bij Hans anders naar kijken. Er zit in het oogschaduwpalet om warrig te doen een dubbele applicator. Maar die leg ik weg.
En ik ga gewoon beginnen. Ik begin met de matte kleur en de crease zo. En ik kom zo bij jullie terug. Ik ben nu bezig met de eerste kleur, of de tweede kleur ga ik ze aanbrengen. De eerste kleur, het blendt goed. Ook dankzij de kwasten, de oogschaduwbuisjes. Maar mooi. Ja, ik hoop dat de hele kwaliteit zo goed is. Want dan ben ik heel erg enthousiast. En het paletje was 10 euro, 11 euro. Mooie prijs. Zo, ik heb even van camera af mijn look afgemaakt, mijn ooglook. Ik hoop dat jullie een beetje kunnen zien met het licht. Want de ene dag is het heel donker, gewoon de andere dag ben ik overbelicht, heb ik het idee. Maar goed, ik heb de mascara van Quintarsi aangebracht. De Intense Black Volume Mascara. Een nieuwe aanwinst van Quintarsi. Echt geweldige mascara's, alle twee. De volume is mijn favoriet, maar goed, daar ging het nou niet over. Het Let's Brunch Palet van W7. Hele mooie tinten, dit zijn echt mijn tinten. Er zit mat in, er zit shimmer in. Glitter wil ik niet echt noemen, matte shimmers vooral. De matte tinten zijn echt geweldig. Die kun je mooi opbouwen. Die zijn, vooral de rode is echt heel intens ook. De neutrale kleuren zijn wat zachter, maar dat is ook bij neutrale kleur. Wat ik alleen jammer vind is dat deze kleur, dat is rosé, rosé, dat lijkt een glitter te zijn. Maar na een paar keer gebruikt te hebben, is het meer een glans en het is meer de kleur. Je voelt zeg maar een soort waxachtig en er komt amper kleur van af. Ik wilde hem aanbrengen op mijn bewegend ooglid. Ik was bezig, maar ik was meer de matte oogschaduw is een beetje aan het verschuiven en zo, dat het niet mooi zat. Dus change of plans. Ik heb een andere shimmer aangebracht. Die kleur vind ik dus wat minder. Maar de rest van de kleuren die ik heb gebruikt zijn wel echt heel erg goed. Zoals Tipsy en Spritz. Tipsy en Spritz en de matte. Dus eigenlijk de enige kleur waarvan ik denk, wow, dat is rosé, dat is deze. En er valt wel mee te werken, maar het is niet echt dat ik denk, wow, wat een mooie oogschaduw. Ja, ik ben hier heel erg blij mee eigenlijk. Voor 10, 11 euro vind ik dit een heel leuk palet. Ik zal kijken of ik een beetje kan inzoomen dat jullie de look wat beter kunnen zien. Ja, heel erg mooi. En ik vind de kwasten ook heel fijn van Morphe. Die werken echt super fijn. Dus die ga ik straks schoonmaken. En die gaan in mijn vaste collectie. Daar ben ik ook heel blij mee. En de oogschaduwbasis merkte ik ook gelijk dat die heel goed werkt. Want ja, vanaf het eerste veeg pakt hij die al heel goed de kleur en de intensiteit en zo. Dus die ga ik ook gewoon vaker gebruiken. Mocht dit dan tegenvallen of juist heel goed zijn, zie je hem vanzelf in een andere video. Maar goed, dat heb ik aangebracht. Nu gaan we naar het leukste gedeelte, namelijk, dit vond ik ook leuk, maar de face paletten. En ik heb er twee. Even kijken of ik hem goed heb. Ze zien er zo uit. Ik ga even mijn bril opzetten, jongens, anders zie ik echt helemaal niks. Dat kan ook wel nu. Zo, ze zien er zo uit. En ja, op welk merk lijkt dit? Ik zal jullie een hint geven. Charlotte Tilbury. Ik zag dit en dacht ik, wow, dat is echt een namaak, een dupe. Weet je, ik ben groot Charlotte Tilbury fan. En ik heb ook bijna alles, of wel geprobeerd, of ik heb het. Maar zo ziet hij van Charlotte Tilbury eruit. Zo. En zo ziet W7 eruit. bijna hetzelfde. Dit is trouwens welke? Light Medium. En dit is Light Gasm. Ja, ik vond het wel heel erg lekker. Er zit hier ook nog zo'n folietje op. Misschien dat je het nou net wat beter ziet. En ik heb ook Medium Dark. Die wilde ik ook laten zien. Ik kan hem zelf ook gebruiken, want zo dark vind ik hem niet. Als ik heel eerlijk ben. En deze was maar €2,95 bij Boosie Shop. Dus dacht, ze zijn €4,95. En deze was in de aanbieding voor €2,95. Dacht, ja, om het dan net zo compleet te maken in die video, koop ik die er ook bij. Dus dit is light tot medium. En dit is medium tot dark. En er zit dus een bronzer in, of contour, bronzer, blushes en highlights.
Ik zal eerst de light tot medium even met jullie gaan swatchen. Vind ik wel leuk. Ik ben zelf ook wel benieuwd. Oh. Wow, oké. Okay. Oké. Okay. Zo zien de zwartjes eruit. Wat me gelijk opvalt, is dat de highlighter niet echt een glans heeft, maar heel droog overkomt. Op mijn vinger wel trouwens, maar op mijn huid niet. De blushjes zijn prachtig en de bronzer contour ook. Maar misschien dat de highlighter op mijn huid juist wel heel erg mooi is. En dan ga ik natuurlijk ook het medium dark. Ik moest even kijken hoe het nou precies heet, dat ik het wel goed uitspreek. Bronze, het heet trouwens de Bronze Brilliance Bronze & Glow paletten. En ja, deze vind ik er ook heel erg mooi uitzien. Zelfs het motiefje van W7 lijkt op het logo gedeelte van Charlotte Tilbury. Die zal ik zo laten zien. Oh, deze is, wow, deze is nog beter gepigmenteerd. Oké. Okay. Deze is mooi. De blushjes zijn veel intenser. De highlighter ook. Ik hoop dat ik jullie goed kan laten zien. En de contour ook. Ik vind deze qua zwartjes het mooiste. Maar ja, dat wil ik nogmaals niet wat zeggen. Maar wat ik net bedoelde... Oh, die doekjes ruiken echt niet lekker, sorry. Ik ben niet graag negatief, maar dat ruikt niet lekker. Die contour hier, bronzer, brons, die heeft het W7 logo en dat ziet er zo uit. Kijken of dat die scherp stelt. En Charlotte Tilbury, mijn is vervaagd, dus, maar die heeft dat hier. Dus ook dat is een beetje nagemaakt. Een beetje heel erg, laten we het zo zeggen. Ik ga gewoon een mix van beide een beetje aanbrengen. Even kijken hoe dat bij mij werkt. Ik denk dat... ja, ik vind ze alle twee heel erg mooi. Ik zie wel wat ik zo aanbreng. Maar dat gaan we ondertussen even doen. Gaat de bril af. Hier met de bronzer uit de Light Medium. Heel eerlijk, ik gebruik nooit heel vaak bronzer. Heel stom misschien, maar meestal doe ik dat in de zomerperiode meer. Oké, okay, ik ga voor de bronzer uit het medium tot dark palet. Want de lichte, die valt totaal niet op mijn huid. Misschien wel als je echt heel licht bent, zeg maar, de huidskleur, dat het dan wel werkt. Maar ik heb een iets donkerder nodig. Voor mij werkt de bronzer uit het medium tot dark palet beter. Wat ik ook ga doen is, straks als ik de look klaar heb, maak ik even een filmpje met mijn mobiel. In het licht, dan zien jullie de look beter. Ik heb gemerkt dat met deze camera en het licht en zo, dat de look misschien niet altijd even sprankelend overkomt op beeld. Dat vind ik jammer, maar ja, ik heb nou helemaal geen camera van 800 euro met lampen en alles, dat heb ik niet. Dus, en ik had dat gedaan voor mijn blog een keer. Toen dacht ik, oh, dat is ook een leuke manier om te doen. Dus op het laatst laat ik dat even zien. Aan het eindfilmpje, dan zie je de look wat beter. Maar ik kan wel zeggen dat de medium dark beter gepigmenteerd is voor mij. En meer zichtbaar, de bronzer. Dus nu gaan we naar de blush en dan de highlight. Ik ga voor de blush uit het lichte palet. En ik twijfel tussen de roze of de... Tussen die of die. Ik denk dat ik voor de bovenste ga. Ik had deze twee blushes met elkaar een beetje gemengd. Maar ik heb vooral glans in plaats van kleur. Dus ik heb deze blush aangebracht. En die zie ik wat beter. Dus wederom het medium tot dark voor mij. Dat ik die fijner vind op mijn huid. Wat ik wel wil zeggen, het zijn wel blushes met heel veel glans. Je hebt eigenlijk bijna geen highlighter meer nodig. En de kleur valt een beetje op de achtergrond. Maar ik vind ze wel heel erg mooi. En als ik heel eerlijk ben, zijn deze beter gepigmenteerd dan... Charlotte Tilbury zelf. Die zijn wat lichter gepigmenteerd en geeft een hele subtiele look. Ook heel erg mooi. Maar wel heel subtiel voor het geld. Volgens mij kost zo'n palet 75 euro. Ja, die 75 euro heb ik. Ja, volgens mij wel. 50 of 75. In ieder geval, dit is 4,95. Dus er zit nogal een verschilletje in. En de highlighter gebruik ik ook uit het lichte palet. Dan ben ik benieuwd of ik daar genoeg aan heb. Oh, hij is wel poederig. Klein, een beetje zachtjes. Of ik daar genoeg aan heb of dat ik weer naar de medium tot dark ga. Wow, ik vind het leuk. Ja, helemaal leuk.
Nou, jullie konden het al aan me merken. Ik vind deze Bronze en Brilliance paletjes allebei heel erg leuk en mooi. Het werkt gewoon goed. Vooral als je van een mooie glow houdt. Een beetje kleur, een beetje bronzy. Echt heel erg leuk. Ik zou zeggen, koop ze gewoon lekker allebei. En vooral als ze in de aanbieding zijn. En ja, heel erg leuk. Super. Om het even allemaal wat minder poederig te maken, heb ik van W7 ook de Dewy Fixer setting spray gekocht. Dit doet mij dan denken ook weer aan Urban Decay. Maar ik weet niet zeker of dat de enige... Ja, volgens mij is dat de setting spray ook. Nou, het ziet er gewoon zo uit. Ik doe hem even schudden. Ik weet niet of dat eigenlijk moet. Staat er niet op. Het is gewoon een setting spray. Nou, even schudden. En spray maar. Oké. Okay. Ruikt lekker. Ik weet niet waar het naar ruikt. Lekker naar kokos? Nee. Weet niet. Ruikt wel lekker fris. Dit laten we even opdrogen verder. Ik moet zeggen, mijn huid heeft zo'n mooie glow van die paletjes. En dan dit. En ik vind de ooglook. Ik vind die oogschaduwpalet heel erg leuk. Jongens, ik had dit helemaal niet verwacht van W7. Misschien heel erg bevooroordeeld dat ik denk van nou, voor dat geld. Maar leuk man. Leuk die budgettoppers. Dan zet ik mijn bril weer even op, want dan kunnen we weer wat zien. Ik heb namelijk, om de look compleet te maken, ook lipsticks gekocht. En dit zijn de Major Mattes. En die zien er zo uit. En voor de opvallende kijker, dit is gewoon echt één op één gekopieerd van Huda Beauty. Nou heb ik die lipsticks niet, want ik heb lipsticks in overvloed. En elke keer denk ik, zal ik dan wat bestellen? Maar dan bestel ik voor de heb. En dat wil ik niet meer. Gewoon voor de leuke of als ik het echt nodig heb. Maar ik had er bij anderen gezien, het lijkt gewoon precies hetzelfde. Wat ik wel jammer vind is dat hier stickertjes hebben gezeten wat ik er niet helemaal af krijg. En dat plakt, dus dan moet ik even met een wattenschijfje met alcohol eraf halen. Maar het lijkt gewoon precies hetzelfde. Er zijn diverse kleuren, 6 of 8. Nou ja, en ze zijn lekker voorbereid. 3,95 aan mijn hoofd, 2,95, 3,95. En ook Boozy Shop had een aantal kleuren in aanbieding voor 1,95. Dus ja, weet je, voor dat geld. Dit is Bond Girl. Oh, geweldig. Dit, oh, ik vind dit leuk. Ik hou van dit soort tinten. En dit is Heartache. En die ziet ook heel erg mooi. Ja, echt hartstikke leuk. Ik ga ze zwartje. Dit is dus Bond Girl. Mijn geheugen is zo kort dat ik de naam niet eens meer weet. ja, wow. Oké. En Heartache. Ik kan je nu al zeggen, zonder ze geprobeerd te hebben, dit gaat de winnaar zijn. Echt voor dat geld. En die pigmentatie. Het is natuurlijk wel een matte formule. Dat zie je ook. En vandaar dat ze ook zo heten. Ik had al een beetje lippenbalsem aangebracht. En die heb ik net afgehaald. Luxe roze hand van het doekje. En dan ga ik ze aanbrengen. Maar voor dat geld denk ik wel dat het ook weer een Kitty Glow. Een heel mooi product gaat zijn. Jongens, ik denk dat ik hier na deze video gelijk nog een W7 bestelling ga plaatsen voor een video. Of om gewoon te proberen omdat ik het wil hebben. Oh, erg. Dus ik ga ze gewoon aanbrengen. En dan gaan we zien wat het resultaat is. Ik pak even mijn andere spiegeltje. Nou, dit is Bond Girl. En je kan zien hoe fel die is. Hoe intens. Echt geweldig. Het is een matte formule. Ik merk het wel een heel klein beetje dat hij wat... hij brengt heel creamy aan. Maar wel dat hij heel klein beetje droger aanvoelt. Maar dat heb ik heel snel. Ik heb nou eenmaal heel erg snel als zo'n hele droge lippen. Maar het is niet vervelend. Vooral niet als je eerst een lipbalmpje hebt aangebracht. Oh, ik vind dit... Ja, ik... ik val in herhaling. Ik vind dit echt heel erg leuk. Ik ben hier zo verbaasd over en... Ja, geweldig. Ik ga deze er even afhalen en dan gaan we naar de volgende. En dit is Heartache. En ja, ook ik, ja, hele mooie kleur. Ik weet niet anders wat ik ervan moet zeggen. Mooie formule. Gepigmenteerd. Brengt goed aan. Echt. Ik ga de andere kleur ook bestellen. Ik weet het. Ik voel het dat ik straks een bestelling ga plaatsen. Dus dat ga ik ook zeker doen. Hier ben ik ook echt onwijs blij mee. Dan zijn dan weer de producten van W7 die ik heb besteld. Ik had even gekeken of ik alles heb gehad. Volgens mij wel. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben... enthousiast, verbaasd, maar dat is gewoon een vooroordeel dat ik had vanwege de prijs. Moet je ook niet doen, Bianca. En de kwasten van Morphe vind ik fijn. Wat had ik nog meer?
De doekjes van Verena niet. Die geur, maar goed, dat hoort niet in deze video. En de Queen Tarsi mascara vind ik ook geweldig. Maar ik vind dit echt... Ja, de kwaliteit en de prijs geweldig. Vooral dit. Ja, ik kan wel alles omhoog houden om te zeggen dat ik het fijn vind. Maar dat is nu wel bekend. Er zit geen enkel product in deze video waarvan ik denk, nou dat is slecht. Nee, dat vind ik niks. Dus ja, dat enthousiast. De producten van W7 zijn te koop bij Bougie Shop en bij W7cosmetica.nl. Ik heb dit allemaal gewoon zelf gekocht. Want ik was gewoon heel erg nieuwsgierig. Ik ga zo nog een clip doen van de look wat dichterbij. Close-up dat jullie dit iets beter kunnen zien. Maar ja, ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. En wat jullie van W7 vinden, zeg maar, in het geheel. Dat ze dingen namaken of dat jullie daar totaal geen moeite mee hebben. Want dan ga ik dit vaker doen. Of niet. Ligt er net aan wat jullie ervan vinden. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen tot de volgende video. Doeg allemaal!